De vertrouwen dat ik in season 5 een win ga halen in Valkhuis ligt nu zo ontzettend hoog dat ik nu gegarandeerd wel een win moet gaan halen. Nee, ik denk niet dat de vertrouwen heel hoog ligt. Niet bij mij, maar ook zeker niet bij jullie. Ik krijg altijd alleen maar memes toegestuurd van hoe slecht ik wel niet ben. Doet me echt pijn. Nee, ik vind het ook wel weer grappig. Maar hey, vandaag ga ik jullie gewoon het tegendeel bewijzen. We gaan nu een win halen in season 5 en eens kijken of dat gaat lukken. In de eerste video had ik zeg maar al meteen een finale gehaald. Deze video is trouwens redelijk snel opgenomen na de vorige video, maar die is veel eerder online gekomen. Een beetje omdat ik vooruit werk vanwege mijn vakantie. Vandaar dat deze dan iets later online is gekomen. Maar ik ga gewoon lekker een uurtje spelen. Misschien twee uurtjes, misschien een hele dag. Nee, dat niet. Dat niet. Maximaal twee uur. Maar ik ga gewoon lekker lang spelen. En ik ga proberen die win te halen in season 5. Het zou toch zo nice zijn als dat gaat lukken. En als jullie een klein beetje vertrouwen in mij hebben, doe dan duimpje omhoog. 2000 likes zou tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op de belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En wil jij nou een mooie Bouws Army zwembroek? Ook als de zomervakantie al bijna voorbij. Je kan hem nog steeds kopen op bouws.nl. Kan natuurlijk op een leuke t-shirt. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik laat lekker de hoogtepunten zien. En ik probeer vooral de latere rondes te zien. Dus de voorrondes laat ik de hoogtepunten zien. En de finales laat ik natuurlijk allemaal zien. Nou is het wel de vraag of ik een aantal finales ga halen. Maar daar gaan we achter komen deze video. We gaan erachter komen. Nou, de eerste ronde gaat wel goed komen, jongen. Ik ben al een ziek pro in season 5. Check dit dan. Boom! We zijn gewoon 17 geworden. Nou, niet heel goed. Maar ook niet slecht. En dat is het belangrijkste. Niet slecht. Nou, we begonnen de eerste ronde zo goed. Maar dit is toch wel even een beetje krapjes om eerlijk te zijn. Gaat dit nog goed komen? Nee, dit komt niet meer goed. Oké. Zit ik... Nou, ik laat vooral de finale zien. Maar dan moet ik wel eens de eerste rondes doorkomen. Ai, 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 ai. Dat is nu nog niet gelukt. Nou, ik wil in ieder geval één finale halen in deze video. Dat is toch wel het minimale wat ik wil halen. Maar het scheelt natuurlijk wel hoe vaker je deze maps doet, hoe beter je er ook in wordt. Kijk, ik begin het al een beetje door te krijgen, die waterlelies. Zeg ik dat, haal ik de jump nu net niet. Maar nu haal ik hem wel. Oh, en nu haal ik deze ook. Ja, 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 kijk, ik ben nu redelijk vooraan. Er is nog maar één gekwalificeerd en ik ben al bij het laatste stukje, dus dit ga ik wel halen. Dus weet je, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En dat hoop ik dan maar, dat ik uiteindelijk dat toch een keer weer kan halen. En ik moet niet zo'n grote mond hebben, want raak meteen weer af. Ai, 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 ai. Ik denk dat ik het nog steeds wel haal, maar het ging toch wel even iets minder goed dan gedacht. Oh, je kan hier niet. Ik dacht, ik skip even. Oh, nee. Nou, gaat het nog goed komen? Ja, deze jump heb ik nu. Oké, het komt uiteindelijk nog goed. Ik moet alleen een iets minder grote mond hebben dan ik het nog ga halen. Maar het is nu gelukt. Nu de volgende ronde nog. Vandaag ging ik net af. Nou, kijk, nu ga ik het wel halen. Ik haal het nu wel. Dat hoop ik in ieder geval. Oh nee, daar kon ik niet tussendoor. Nee, want dat was stom. Ga ik het nu nog heel halen? Oh, shit, 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 shit. Ik dacht, ik jump er tussendoor. Nee! Oké, hoezo? In de eerste video was ik meteen na de finale. Toen op de een of andere manier kwam ik overal goed door. Probeer ik het nog een keer, gaat echt alles fout gewoon. Alles gaat fout. Nou, drie keer is scheepsrecht. Ik ben gekwalificeerd hoor. Hey, ik ben gekwalificeerd. En nu doe ik het in één keer goed. Maar het scheelt wel dat ik het ondertussen al een paar keer heb gedaan. Dan gaat het natuurlijk steeds beter. Maar nu, kijk, dit is de derde ronde die ik speel. Nu ga ik in de finale komen. Let maar op. Ook al ben ik nog maar de eerste ronde door. Maar ik voel het gewoon. Nu hoop ik wel dat het gaat gebeuren. Oké, nou, we zijn bijna door de tweede ronde heen. Als ik nu in één keer het goed doe, dan heb ik het denk ik gehaald. Er moeten nog 14 gekwalificeerd worden. Dus ik denk dat het goed moet komen dan. En gaat het goed komen? Het komt goed. Nice! Of ik moet het nu op de een of andere manier nog verprutsen. Maar dat gebeurt gelukkig niet. Ja! De derde keer ben ik eindelijk naar ronde nummer 3. Het is een wonder. Zoals je ziet in ronde nummer 3. In één keer baatsen lig ik er meteen weer uit. Dat zal wel echt heel erg balen zijn. Ik ben nu al gewoon 20 minuten bezig om gewoon 3 rondes ver te komen. Ja, af en toe heb ik het idee, nou, het gaat best wel lekker. Maar soms, dan heb ik van die momenten dat het echt niet wil in Valkhuis. Oké, ik heb nu trouwens helemaal niet opgelet wat we hier moeten doen. Moet je nu gewoon overleven hier zo? Is dat wat je moet doen? Ik denk het wel. Ik denk dat je hier gewoon moet overleven. Dat is op zich wel baas. Er is al één iemand af. Oh, shit. Je hebt die neushoorns, jongen. Die gaan als een raket rondrennen. Oké, je moet er dus gewoon niet afgeslagen worden. Met een beetje massa word je er dan afgeslagen. En vervolgens kom je tegen een waterlelie aan. Maar oh, ik moet even hierheen kijken. Want ze zitten nu allemaal aan die kant. Oh, je moet eigenlijk gewoon precies een beetje in de gaten houden waar ze lopen. Dat is denk ik het belangrijkste. En gewoon zorgen dat je niet weggeslagen wordt. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Die neushoorns. Wow, joh!
Oh, joh, ik ben tegen gerechten omhoog gelanceerd. Oh, deze game mode heb ik nog niet eens gehad. Dit is op zich wel een hele zieke game mode. Ik ben er wel heel baas. Ik werd net echt mega hoog geslagen. Dat is niet heel praktisch. Ja, praktischer dan eraf geslagen worden. Oké, we moeten nog 18 seconden overleven. Volgens mij zijn er al best wel wat af, om eerlijk te zijn. Ik zie best wel wat namen de hele tijd verwijderen. Dus dat is mooi. Nog 10 seconden. Nog 10 seconden. Oké, die heb ik nog kunnen ontwijken. Dat is mooi. We moeten nu even hier weg. Oké, dat gaat ook nog goed. 3, 2, 1 en hoppatee. Als het goed is, heb ik het overleefd. Nice. Zieke game mode. Ik had deze nog niet eens eerder gehad. Maar mooi dat ik het toch nog heb gehad, ondanks dat ik niet echt had opgelet. Maar zo heel moeilijk was het niet. Gewoon overleven. Maar hoeveel zijn er afgegaan? We waren met 29. Volgens mij ging er echt best wel wat af. Inderdaad, we zijn nog maar met 12 over. Als we nu nog een ronde hebben en we hebben daarna de finale, zijn er sowieso weinig in de finale. Ja, dat is logisch, want er gaan dan nog meer afvallen. We hebben nu al een finale. Het is gelukt. Ik heb toch nog een finale gehad. Oké. Misschien omdat er zo weinig mensen waren dat we gewoon meteen een finale krijgen. Dit heb ik de vorige keer ook al gedaan. Dit is echt zo raar, jongen. Je hebt daar dus links die kroon. Dan moet je volgens mij gewoon die jumps nemen eigenlijk meteen. En dan meteen die kroon vastpakken. Daar komt het op neer. Maar het is een beetje een rare finale, vind ik altijd. Je moet gewoon proberen deuren door te komen. Nou ja, en dat is het eigenlijk. En proberen als eerst dan bij het eindpunt te zijn. Hier moet je niet langs, dan moet je daar langs. Maar kijk, het maakt nog niet heel veel uit als je iets achterloopt. Nu loop ik wel dermate achter dat ik denk, nou, nu maakt het wel iets uit. Oké, ik haal dit nog wel. Maar kijk, ze moeten toch de hele tijd checken waar de deuren open moeten. En zo heel ver achter loop ik nu ook niet. En dat is wel het relaxte. Als je in het begin een foutje maakt, kan je nog terugkomen? Maar nu is het de grote vraag. Ga ik de finale winnen? Kijk, ik loop nu al bij... Kijk, ik loop nu alweer vooraan. Sterker nog, ik loop vooraan. ik ga denk ik hierheen. Ja, ik denk dat deze is inderdaad. Moeten we nu hierheen? Ja, donders. Ik neem wel goede keuzes, om eerlijk te zijn. Ik loop... Oh nee, dit was dan weer een minder goede keuze. Moet je net mazzel hebben. Ik denk nu links. Nee, dat is het niet. Het is rechtdoor. Oké, we zijn nu redelijk bij het einde. Waar... Welke deur zou het zijn? Ja, het is hier deze deur. Oh, dit is al bij het einde trouwens. Dit is al het einde. Dit is al het einde. Ja, nee, nee. Ik kon hem net niet pakken. Nee, ik was zo close. Ah, shit. Oh, dat was bijna mijn eerste win. Ik had die jump. Ik dacht, ja, ik moet nu dubbel jumpen. Want als ik nog een keer moet jumpen, dan ga ik het niet halen. En als ik hem had kunnen pakken, had ik gewoon gewonnen. Oh, maar net niet. We gaan het nog een keer proberen. Ik ga nog één ronde doen. En dan ga ik kijken of ik nog een keer in de finale kan komen. Oh, hier zie ik binnen Noorwegen. Ik heb het nu gehaald. Oh, ik kan als één van de eerste bijna finishen. Dus dat is wel nice. Kijk, oefening baart kunst. Of ga ik... Nee, ik ga niet als eerste. Maar als vierde. Kijk, ik word langzamerhand beter. Het zou baas zijn als we twee finales op rij kunnen halen. Maar weet je wat? De volgende rondes doe ik voor mezelf. Of als ik afga, dan zien jullie me weer... Of als ik gewoon de finale ga halen, dan zien jullie me ook weer. Dus of de finale, of ik ben de lul en ik kan niet door. Nog 10 seconden overleven en dan is het denk ik weer een finale. In ieder geval, daar ga ik vanuit, want er zijn weer best wel wat afgegaan. Oh, die neushoorns. Ah, 3 seconden nog. Oh, dat ging nog maar net goed. Oké, we hebben het overleefd. Volgens mij zijn er best wel weer wat afgegaan. Ik denk dat we nu weer een finale hebben. Dan hebben we 2 finales op een rij. Dan moet ik die hopelijk gaan winnen. Dat hoop ik. Ik ben benieuwd hoeveel er nu over zijn trouwens. Daar gaan we nu achter komen. We waren met 23. Maar ik denk dat de helft wel weg is. Ja, we zijn met 8 over. Oh, heerlijk dat ik een van die 8 ben. Vorige keer hadden we bij 12 een finale. Dus nu moeten we wel een finale hebben. En inderdaad is dat het geval. We hebben een finale, dus weer een kans op een win in Season 5. Oh, dit ziet er wel uit als een gezellig clubje hoor. Alleen dan moet ik nu even het doorvoltooien. Elke keer was het... Oh, het is weer rechts. Elke keer bijna als ik speel is het de hele tijd rechts. Maar dat maakt ook niet uit, Want als je een verkeerde keuze maakt... Hé, je kan 2 kanten op. Oh, lol. Dan kan de ene kant misschien sneller zijn dan de andere kant. Oké, dit is hem dus niet. En dit is hem wel. Oké, zit ik nou hier in mijn eentje? Ik heb geen idee. Oké, nou, dit is hem dus ook niet. Even hierheen. Is dit hem wel? Ja, dit is hem wel. Oké, misschien dat we nu een inhaalslag kunnen maken. Of loop ik trouwens vooraan? Dat zou misschien ook wel kunnen dat ik vooraan loop. Oké, hier moeten we heen. Zouden we hierheen moeten? Nee, we moeten hier rechtdoor. En als we hier naar links gaan, dan is daar volgens mij het eind al bijna. Nee, shit. Oké, we kunnen hier nog niet langs. En ondertussen is iedereen er weer. Dat is een beetje balen. Ik denk dat we nu hier naar links moeten en dat hier dan het einde is. Ja, inderdaad. Dus misschien dat we het nu kunnen halen. En... Nee! Shit, ik had het bijna. Weer zo close. Oh, oh, jee. Hoe kon ik die niet
pakken. Misschien had ik double jump moeten doen, maar vaak als je double jump, dan pak je hem ook. Nou ja, is niet anders. Ik heb het helaas niet gehad. Ik heb wel mijn best gedaan en ik was er 2 keer dichtbij. Misschien met de derde video dat het wel gaat lukken. Ik hoop het. Maar dan laat ik het erbij. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!